Kinderen van basisschool De Meander in Delfgauw zaaiden donderdagmorgen samen met wethouder Peter Hennevanger en provinciegedeputeerde Berend Potjer het laatste stukje in van de wilde bloemenberm langs de N74. De organisatie Honey Highway zaaide in de afgelopen dagen al de rest van de grond in. In het voorjaar ontstaat hier bloemenweelde voor bijen, hommels en vlinders met een oppervlakte van 13.500 vierkante meter. Kijk eens, goed zo. Nou, moet je hem samen dragen? Want jullie houden ons van. Dunne zijn die zaadjes. Dit komt dus rechtstreeks uit bloemen. Daarom moet je het met zand mengen. De zon schijnt. De vogeltjes fluiten niet. Het is wel koud, maar nee, het is heel mooi. Dit is een van de projecten, hè? Want er zijn er meer. Ja, zeker. We hebben al dijken hier in Delfgauw, een begraafplaats in Pijnakker, Noordorp in Delft. De Rijksweg A4, dat is hier in de regio. En dan verder wegen verder in het land, in Utrecht en Noord-Holland, Friesland. Bewoners die daarbij helpen, dat is wel mooi om te zien, hè? Zeker. Nou, het is hartstikke mooi dat hier zoveel mensen zijn. En ze kunnen ook zakjes bloemenzaad hier opkomen halen, iedereen die wil. In de bouwketen, daar is Poscalis nog komende dagen. Dus voor iedereen die wil. Ze zijn niet met grote getalen gekomen vandaag. Misschien vonden ze het koud, maar ze kunnen zakjes bloemenzaad opkomen halen voor thuis in de tuin.